Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki roept tijdens klimaattop op tot herzien financiële instrumenten. Minister Seudin ziet voordelen in matchmaking agrosector Suriname-Nederland. Ministerie van Defensie streeft naar professionele organisatie. Avond HAVO-VWO onderwijs nu ook mogelijk in district Banica. En waarom een boostervaccinatie? Javier Assin geeft uitleg. Bestaande financiële instrumenten moeten worden herzien op hun efficiëntie en effectiviteit. Zo riep president Chandrika Prasad Santokki op dinsdag 2 november 2021 op tijdens de 26e klimaattop in Glasgow, Schotland. Het Surinaamse staatshoofd heeft benadrukt dat alle goede bedoelingen minder of niet zullen betekenen als ze niet worden ondersteund door nieuwe concessionele financiering. Wij nemen u terug naar de toespraak van de Surinaamse regeringsleider. We have gathered again to demonstrate that collectively we can achieve and set out a path towards sustainable development. In doing so, we must be realistic, forward-looking, and balanced in our intentions. We must be realistic because by signing the Paris Agreement in 2015, almost the entire world agreed to keep the expected rise in temperature well below 2 centigrade and preferably below 1.5 centigrade. I cannot express my profound disappointment that neither the financial support nor the mitigation measures and the reduction of emissions promised in 2015 have been realized. Countries with low-lying coastal areas like Suriname and the small island developing states are amongst the most vulnerable countries, yet these countries receive no more than 2% of global climate finance between 2016 and 2018. The compassion demonstrated in 2015 seems to be lost, and these countries are in no way responsible for the devastating triggers of climate change, are facing mounting fiscal and debt problems caused by inter alia climate loss and damage. These countries are also facing the financial and social impact of the enduring COVID-19 pandemic. We have to look forward because the future is now. We have no choice than to act now in a cooperative and collective manner. Only by working together we'll be able to face the challenges of climate change. The people and the private sector have embraced the objectives of climate mitigation and adaptation policies. There is widespread support for the transition towards a green economy. Let us agree on the mechanisms that will support countries, especially the small island developing states and the country with low-lying coastal areas like Suriname, in making this transition. We must be innovative in our thinking. Our dreams of carbon emission reduction will not just happen because we want it. We will need to continue investing in developing carbon reduction, end-user products, and more cost-effective carbon removal technologies. We must have also a balanced approach because we must recognize the different levels of development in a historical perspective. We see double standards creeping in our thinking, whereby those who have already benefited from carbon-driven economies would like to prevent emerging economies to lay similar foundation for the political stability, social development, and economic prosperity. We also must realize that all the good intentions will mean less or nothing
if not underpinned by new concessional financing. Existing financial instruments must be reviewed regarding their efficiency and effectiveness. Suriname is a carbon negative nation during difficult times, and many temptations so far has managed to retain 93% of its forest cover, its wide range of ecosystems, and its rich biodiversity. And we remain committed to maintain this commitment, as we have demonstrated by endorsing the Glasgow Declaration on Forests and Land Use. Surinaamse en Nederlandse bedrijven zijn een samenwerking met elkaar aangegaan, waarbij ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Deze matchmaking brengt een positieve ontwikkeling voor de productie en export. Minister Parmanant Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij denkt uiteindelijk aan een trade- en business center waarbij de producent in Suriname dichter bij de consument in het buitenland gebracht wordt. De bewindsman sprak op vrijdag 29 oktober 2021 tijdens een door de Surinaamse ambassade in Nederland georganiseerde presentatie en discussiemiddag. Het onderwerp was matchmaking in de agrosector Suriname-Nederland. Er is nu iets gaande, als het praat voor de matchmaking, dat de Surinaamse bedrijven aandelen kopen in de bedrijven van de Nederlandse partner. En andersom gebeurt het ook. Men wil een soort huwelijk, men is een huwelijk aangegaan met elkaar, waardoor ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En die kruisbestuiving welke dan daarbij optreedt, dat is bijzonder belangrijk. Praat je nou over kwaliteit, dan zijn zij op commercieel niveau bezig dat met elkaar uit te wisselen. De partner hier, als ze deskundigheid die nodig hebben van instituten, halen ze dat erbij. En het leuke van het geheel is, de ondernemers in Suriname die herkennen dat, die maken het elke dag mee. Rente bijvoorbeeld bij de bank in Suriname is boven de 12%, tussen de 12% en 20% per jaar. Hier, we weten het allemaal, het is rond de 1%. Soms zo dat het negatief is. Maar de partner hier, die neemt de lening dan hier in Nederland en investeert het in Suriname. Vandaar dat ik nu zie, en ik blijf even bij de visserijsector, dat de vloot daar van heel wat bedrijven nu vernieuwd wordt. Met leningen vanuit Nederland. Als je een vissersboot aankoopt, dan is het voor de komende 30 tot 40 jaar. Als je goed onderhoudt, blijft het gewoon varen. En die diepte-investeringen worden gepleegd dankzij zo'n partnership met een Nederlands bedrijf. En de bedrijven hier, vooral nu, waar je overal mee maakt dat het schaars aan voedsel is, die willen natuurlijk dat product hebben. En ik kan rustig zeggen, de prijs van vis is de laatste 5 jaren gewoon verdubbeld op de wereld. Dan wildgevangen vis, hè? Daar heb ik het over. Dus daar zie je mogelijkheden, je ziet een tekort aan een product, maar de ontwikkelingen welke hiermee gepaard gaan. Ongeveer 9 maanden geleden, de dag waarop ambassadeur Kargi beëdigd tot ambassadeur nu voor Nederland, die ochtend was hij bij mij op kantoor. En hij zei van minister, wat kan ik voor u betekenen als ik straks in Den Haag ben? En ik zeg, nou, toen was het nog geen, hij was nog geen ambassadeur. Maar zijn vriend zei van Rajendra, help me met 1 ding. Ik snak ernaar om een trade and business center in Nederland te hebben. Rijden door de grote steden, in Rotterdam, Spaanse polder zie je trade center of trade and business center Taiwan of een Peru of wat dan ook. Ik wil dat graag gerealiseerd zien. Ik wil de producent in Suriname dichter bij de consument brengen. Afnemers van hieruit daar terecht als ze balans hebben voor een bepaald product en ze in contact gebracht worden met de producenten daar. Zij die op het ministerie van Landbouw in Suriname. Ik heb een tafeltje met heel wat producten van die bedrijven die daar hebben uitgesteld. En ik zeg van, zo'n tafeltje moet in het groot hier in Nederland ergens geplaatst worden. En
Laat mensen dat zien. Laat mensen kennis maken met de producten. En dan ga jij automatisch dan die contacten, tenminste veel makkelijker die contacten kunnen realiseren. Tussen de afnemers hier, of een partner hier en een partner in Suriname. Het ministerie van Defensie streeft naar een professionele defensieorganisatie. Hierbij is integriteit zeer belangrijk. De leiding van dit ministerie is tijdens een persconferentie op dinsdag 2 november 2021 ingegaan op actuele zaken, het departement en zijn werkarmen rakende. Er werd meer informatie verschaft over onder andere internationale samenwerkingen en de dienstbaarheid van het leger naar de samenleving. U hoort defensieminister Krishnakumari Mathura. Mijn aanvullingen zijn tweerlei. In die internationale samenwerking hebben we in oktober een missie gehad vanuit Nederland. En die belast is geweest met drie aspecten van die samenwerking. Die intentieverklaring die ik eerder dit jaar heb getekend met mijn collega toen van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld. Ze is nu geen minister, maar die overeenkomst, die intentieverklaring is er. En één deel van de missie die hier was, was bezig voor te bereiden op de jungle trainingen. Die gepland staan voor volgend jaar. Tweede kwartaal van volgend jaar hebben we een hele grote jungle training. We hebben een samenwerkingsovereenkomst over die jungle trainingen. Dat is nu goedgekeurd door de Raad van Ministers, goedgekeurd door de Staatsraad. En is door de president verzonden naar de Nationale Assemblée. En we hopen op een spoedige behandeling en goedkeuring van die samenwerkingsovereenkomst. Dus de SOFA met Nederland. Maar we gaan dus die voorbereidingen treffen voor die jungle training. In elk geval wat we geconstateerd hebben, en daar gaat het leger ook op inspelen, is dat bij de inventarisatie in onze oefengebieden gebleken is dat er heel veel houtkap plaatsvindt en veel illegale houtkap ook. En wij gaan ook daarop inspelen door meer zichtbaar te zijn. Dus de komende maanden gaat u meer aanwezigheid van militairen zien. En ook de training op zich is een extra aanwezigheid van militairen in het binnenland. En dat gaat maken dat er een preventieve werking uitgaat, hopen wij in elk geval. En dat illegale activiteiten dan ontmoedigd worden. Een tweede aspect van die missie was de samenwerking met onze militaire academie. Waar we bezig zijn nu in elk geval de profielen te ontwikkelen voor de officieren bij het leger. Maar ook de onderofficieren die heel belangrijk zijn. En we zijn nu bezig in elk geval twee opleidingen heel goed te ontwikkelen. En dat zijn de onderofficiersopleiding en de officiersopleiding. We hebben een curriculum voor een officiersopleiding en ook een curriculum, maar die is aan aanpassing toe. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen, de nieuwe dreigingen, de nieuwe zaken die vereist worden van eigenlijk defensieorganisaties. Dus we zijn dat eigenlijk nu in samenwerking met Nederland bezig aan te passen. Verder de parade en de inspectie die aangekondigd is, is voor ons heel belangrijk. Maar we gaan proberen, het is niet zoals u dat gewend was in voorgaande jaren, voor COVID. De laatste keer hebben we die parade en defilé aangepast aan de COVID-eisen en COVID-regels. Dus waar we rijen hadden van 4, daar gaan we dus inpassen. Het worden kleine pelotons, het worden 1-3-5. Dat is een militaire term, maar dat zijn aangepaste pelotons. Dus het is niet zoals we dat voorheen gewend waren. We hebben ingespeeld. Verder hebben we met betrekking tot integriteit, laat me dit zeggen, van ons, voor ons is integriteit heel belangrijk. We willen een professionele defensieorganisatie zijn. En we analyseren alle informatie, alle cijfers, alle gevallen. We hebben gezien dat de meeste aangiftes gaan over mishandeling. En een groot deel daarvan is huiselijk geweld. Voor ons is daar werk aan de winkel om een sterk intern beleid te ontwikkelen over meer awareness over huiselijk geweld. Meer
mensen vaardigheden en skills te geven hoe ze kunnen omgaan met hun emoties en met hun, met hun emoties eigenlijk. Maar ook gewoon vertrouwenspersonen waar mensen hun huiselijke problemen kunnen bespreken. We hebben al 1 of 2 vertrouwenspersonen, maar het blijkt nog steeds een legerorganisatie, een macho-organisatie. De bereidheid om problemen te delen met anderen is er nog niet, maar we gaan dat proberen te vergroten. En voor ons is daarom leiderschap heel erg belangrijk, omdat, en communicatie, omdat leiderschap dat stukje moet gaan inbedden in die legerorganisatie en de rest van het personeel. Want die leiderschap, in die leiders willen we dat onze mensen, onze manschappen, ons personeel vertrouwen in heeft en dat ze bij hun komen met hun privéproblemen ook en dat ze dat vrijelijk bespreekbaar kunnen maken, zodat we preventief kunnen optreden en dat mensen niet achteraf in verzekering hoeven te worden gesteld. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft voorzien in de behoefte om de avondopleiding HAVO en VWO op te starten in het district Wanica. Het avond HAVO-VWO wil Surinamers opleiden die een droom of ambitie hebben om ontwikkeling te brengen voor zichzelf op microniveau en voor de maatschappij op macroniveau. Het moet het fundament zijn waarop het No Child Left Out idee zich voortborduurt. Het start zijn van de opleiding is gegeven op maandag 1 november 2021 op de Johannes Vrolijk School 2 te Lelydorp. Zoals ik u hier zo ziet, dat heeft u bewust en wel overwogen gekozen om hier te zijn. En dat u de school afmaakt en dat we over 3 jaren de eerste groep mogen afvaardigen. Niet waar? Van het jaar. Nog blijer, daar kijk ik er naar uit. Nee, dus van het jaar al mogen we dan de eerste groep afvaardigen. Wel, mensen, doe heel hard uw best. Het is goed dat het avond HAVO-VWO te Lelydorp van start gaat, omdat het een belangrijke tegemoetkoming is voor studenten van Lelydorp en omgeving, dat ze niet helemaal naar Paramaribo moeten voor hun studie. Voor mij als student betekent het dat ik een kans kan krijgen om mijn studie toch af te ronden. Ik ben Marwat Imelda, student op avond HAVO Lelydorp. Ik ben van de laatste klas, zesde klas, laatste. Ik vind het een hele goed idee. Integendeel is het ook een voordeel voor bepaalde studenten die 's morgens werken en in de avond op school moeten zitten. Bepaalde studenten zijn ook niet de ieder. Kan soms meer dan 2 bussen permitteren. Dus daarom is het ook een hele goed doel voor ons als studenten. Het is ook een goed idee, ja natuurlijk. Vooral van mij, want ik ben ook van de buurt. Dus het is beter voor mij. Dus het is meer dan minder busgeld. Dus ja, daarom vind ik het heel goed hoor. Nou, ik doe het HAVO. Ik vind het goed voor de gemeenschap. Is dichterbij. Aangezien het, de economie van het land. Dus niemand kan meer bijna de studie betalen om verder te studeren. Om de trap hoger op te klimmen. Dus ik vind het... Ach, het komt net goed uit voor ons. Het betekent dus dat de studenten die kiezen voor HAVO of VWO nu van dit district in de gelegenheid zijn om in hun directe omgeving hun vervolgopleiding te doen. En dat is natuurlijk belangrijk. We hebben dus een avond HAVO-VWO Paramaribo waar eigenlijk alles en iedereen die dus daar belangstelling voor had naartoe moest in Paramaribo. Nu is de zaak enigszins gedecentraliseerd, waardoor een heleboel studenten van Wanica, maar misschien ook van Para, in hun directe woonomgeving naar school kunnen. Ik moet zeggen dat we zeker vanuit het ministerie van Onderwijs continu
dat aan het bestuderen zijn, waar wij in elk geval buiten Paramaribo opleidingen moeten opzetten, zodat we de leerlingen, zeker in de districten, maar misschien ook in het binnenland tegemoet kunnen komen. Vandaar dus dat we onlangs hebben gehad de opstart van scholengemeenschap Mongotapu, speciaal voor de doelgroep van Marowijnen. En vandaag hier voor studenten van Wanica en Para. Recentelijk is besloten groepen in de samenleving een derde COVID-vaccinatie toe te dienen. Het gaat om de zogenoemde boostervaccinatie voor extra bescherming. Tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 28 oktober legde Javier Assin het waarom hiervan uit en om welke personen het gaat. Assin is voorzitter van het Nationaal Coördinatieteam. Hij ging ook in op het advies om ook een tweede prik toe te dienen aan zij die vanwege een infectie slechts één vaccin toegediend hebben gekregen. Luistert u mee. Het gaat om 60-plussers. Het gaat om mensen die nierdialyse ontvangen. Het zijn mensen die een verminderde weerstand hebben door immuunstoornissen of door medicatie die ze gebruiken. Bijvoorbeeld bij kanker krijgen mensen chemotherapie. En die legt een groot deel van de weerstand stil. En dan heb je nog mensen die eerstelijnswerkers zijn met mensen die COVID-19 hebben en die blootstaan aan heel veel virus. Waarom is een extra dosis voor deze mensen nodig? Nou, de mensen met een verminderde weerstand of een minder werkende weerstand of die ouder zijn, die reageren minder op een vaccinatie. Een vaccinatie die bootst een infectie na, zodat wanneer er een echte infectie komt, het lichaam daarop voorbereid is. Nou, maar bij deze mensen, na twee doses, is het lichaam nog niet voldoende voorbereid. En bij een derde dosis is het lichaam wel goed voorbereid. En dan is het vergelijkbaar met wanneer de rest van de populatie, want ik zag dat het in het persbericht niet zo goed stond, de rest van de populatie heeft genoeg aan twee doses, maar deze mensen hebben drie en soms zelfs vier doses nodig. Dus nogmaals, het ligt niet aan het vaccin, het ligt aan de verminderde reactie bij een aantal mensen. En dat dat zo is, want we hebben daar ook op gewacht van, ja, maar is dat dan wel nodig? Want ja, we weten dat die mensen verminderde reactie hebben na vaccinatie, maar moet je ze dan een extra dosis geven? Want die dosis moeten we misschien bewaren voor de mensen die nog helemaal geen dosis hebben gehad. Maar wat blijkt, is dat onder de overledenen die gevaccineerd waren, daar is het grootste gedeelte van uit deze groepen. Dus dat zijn mensen die volledig gevaccineerd waren en die toch overleden zijn. Niet door het vaccin, dat benadruk ik, al staat heel Facebook daarover vol. Maar deze mensen zijn overleden omdat de vaccinatie niet voldoende was om ze te beschermen. En dat kan gelegen hebben aan onderliggende aandoeningen of aan het feit dat hun immuunsysteem onvoldoende het vaccin heeft opgepikt om ze te beschermen. Dus die derde dosis voor ouderen en mensen met een verminderde weerstand en of mensen die heel blootstaan aan heel veel patiënten, die doen we om ze die extra bescherming te geven, zodat we ook onder de overledenen minder gevaccineerden gaan zien. Tweede beslissing die is genomen heeft te maken met de single dose na een infectie. Zoals velen van jullie weten is het zo geweest het hele jaar al, dat als jij tussen de 4 weken en 6 maanden positief getest bent voor je eerste prik, dat 1 prik voldoende is. Dat is ook zo, dat blijkt ook zo, want die infectie die staat eigenlijk gelijk aan een nagebootste infectie, wat dus een vaccinatie is. Toch is uit nader onderzoek gebleken dat het wel nuttig is om deze mensen wel een tweede dosis te geven. En daarom hebben we besloten om, omdat we voldoende doses beschikbaar hebben, want dat moet je natuurlijk wel afwegen, dat we deze extra bescherming aan die mensen kunnen bieden. En waarom we het ook doen, is omdat internationaal dat nu de regel begint te worden. En er zijn veel mensen die moeten reizen, dat is belangrijk voor onze economie, maar het is ook belangrijk voor onze rust en plezier. En die mensen, van hun wordt gevraagd om een tweede dosis te hebben en we maken het nu gemakkelijker voor ze om ook aan die eis te voldoen. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.